is altijd fantastisch om aan zo'n mooi monument te werken natuurlijk. We zijn terug bij de Berlagebrug. Na maanden afsluiting voor onderhoud gaat de brug 10 november weer open voor verkeer. Alleen de tram zal dan nog niet over de brug rijden. Helaas zijn er problemen met het tramspoor, met het inpassen van het tramspoor. Daardoor kan de tram nog niet over de brug. We hebben besloten om het tramspoor op een ander moment af te maken, zodat we in ieder geval de brug op 10 november kunnen openstellen voor het overige verkeer en voor de scheepvaart. Ik heb er nogal last van gehad. Ik woon hier schuin langs de Amstel. En het heeft voor mij betekend dat ik, waar ik normaal boodschappen doe, nooit meer kon komen. Verder ben ik verheugd nu om te horen dat hij op tijd open gaat. Ik heb nog een bekeuring gekregen ook. Er stond helemaal niemand, helemaal niemand. Dus ik baal er echt verschrikkelijk van. Steeds omlopen, wachten op elkaar, gevaarlijke verkeerssituaties. Het was altijd uitkijken. Heel erg blij dat de brug weer open gaat. De brug is gebouwd in 1932 en was echt toe aan groot onderhoud. We zijn heel hard aan het werk om alles af te krijgen, zodat de brug op 10 november aan het einde van de dag weer open kan. En ook het kruispunt Amsteldijk-Vrijheidslaan gaat dan weer open. Voordat de brug weer open kan, moeten nog technische tests worden uitgevoerd en er moet nog geasfalteerd worden. Mijn balkon die zit ook aan deze kant, dus soms zit ik daar en dan hoor ik dit. Maar ja, weet je, prima. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind dit echt wel prima, want het is hier nu veel rustiger. Want normaal heb je allemaal auto's die er doorheen rijden. Dus ik ben eigenlijk heel blij met de werkzaamheden. Op een of andere manier mis ik elke keer een bord of zit ik niet te lezen of niet op te letten. Dus het is elke keer weer die 5 minuten of het is het dat je denkt, oh ja, hè? Dat je je tijd aan het verspillen bent. Dus het is fijn als het voorbij is, ja. We zijn vandaag aan het asfalteren. Trottoirs, fietspaden, dat gaan wij aanbrengen. De brug hier wordt gerenoveerd en is bijna klaar. Het is altijd fantastisch om aan zo'n mooi monument te werken natuurlijk. Het is prachtig. De Berlagebrug is een brug met veel geschiedenis. Sinds 1932 is de brug de directe verbinding tussen Plan Zuid en de rest van de stad. In de Tweede Wereldoorlog speelde de Berlagebrug ook een rol. Het verhaal gaat dat vlak voor de aankomst van de geallieerde troepen in Amsterdam het lokale verzet van plan was de Berlagebrug op te blazen. Zo wilden ze voorkomen dat de Duitse militairen via de brug terug konden vluchten naar Duitsland. Gelukkig is dit nooit gebeurd en kunnen we nu, 90 jaar later, nog altijd gebruik maken van de monumentale brug. Ik vind het een prachtige brug, ja absoluut. En een goede verbinding naar Oosten. Ik ben altijd heel blij met die brug. En ik ben ook super blij dat ik hier woon. Ik heb een heel mooi uitzicht op de Amstel. Vorige week was de Het Verkeertas te vinden bij Schollenburgpad. En is gewonnen door Jan. Weet jij waar de tas deze week te vinden is? Laat het ons weten. Volgende week gaan fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten alweer over de nieuwe Berlagebrug. Omdat de hulpbrug dan wordt afgebroken. Ze worden dan langs de werkzaamheden geleid. Bus 62 en 65 gaan vanaf 13 november weer over de brug. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer.